Hallo iedereen, gewoon Martijn hier en ja, ik ben dus terug. I'm back, alright, yoohoo, yeah, way, yeah. Oké, anyway, ik ben dus terug. Ik vond het vrij tof ginder. Allee, echt, kom al, echt toch wel super mega awesome. Maar ik vond het ook wel jammer dat ik bepaalde dingen niet meer kon doen, zoals YouTube en zo, want dat heb ik eigenlijk wel een beetje gemist, om eerlijk te zijn. Ja, anyway, dus ondertussen zien jullie van mij een gameplay met de MSMC Long Barrel met Reflex Sight en ik ben een freaking beast met die gun geworden ineens. Het is een Relentless enzovoort enzovoort, de rest zien jullie zelf wel. Maar anyway, ik ben dus naar Italië geweest op uitwisseling, dat was kei cool allemaal, want allereerst, dat was mijn eerste keer in een vliegtuig. En een vliegtuig is eigenlijk best wel nog chill. Dat is zo'n groot ding met vleugels dat vliegt. Voor de mensen die dat nog niet wisten, altijd even duidelijk zijn. Dat is altijd tof natuurlijk. En ja, dat is echt wel nog chill zo vliegen. Je moet daar echt totaal niet bang van zijn ofzo. We hebben één keer een klein probleempje gehad. Dat we gingen naar beneden en er was te veel wind. En dus zei die piloot, ja, het is niet veilig genoeg om te landen. En dan vlogen we gewoon ineens terug naar boven. En omdat dat allemaal volgens een strak tijdschema is, hebben we eerst een half uur moeten rondcirkelen rond de luchthaven voor we nog eens konden proberen landen. En dan was iedereen wel vrij blij dat we eindelijk aan de grond stonden. Enkele mensen hebben zo die zakjes die je in het vliegtuig allemaal krijgt moeten gebruiken. Dus ja, ik had niet zo echt overdreven veel last. Het doet wel raar aan je oren, omdat je lucht. Allee, hoe hoger je gaat, hoe minder druk er is op je oren. En dan flippen je oren zo een beetje. Die doen dan vrij raar. Maar je hoort dat wel gewoon. En veel slikken en gapen. En dan wordt die druk in je oren weer normaal. Ik ga jullie niet vervelen met de saaie theoretische uitleg over hoe dat allemaal zit. Want dat is niemand natuurlijk geïnteresseerd in. Behalve ik, want ik weet dat natuurlijk weer. Anyway. Ja, wat ik dus nog ging zeggen is het feit dat het in Italië echt al zoveel chiller is. Dat is zo, wij hadden een programma gekregen en wij hebben ons daar gelijk de helft van de tijd niet aan gehouden ofzo. Dus in Italië is echt zo van chill, op het gemak. Het moet niet, het zal uiteindelijk wel in orde komen. Ik bedoel zo van niet genoeg mensen of voor, niet genoeg plaats op de bus voor iedereen. Dat is niks, dat komt wel in orde, we bestellen wel een andere bus. Die komen wel af, dat gaat allemaal wel in orde komen. Dus allee, ze zijn daar niet zo echt heel streng en ze zijn daar ook kei vriendelijk en kei open en zo. Ik bedoel, je moet je daar maar recht zetten en er springt al 5 man recht om te vragen van kan ik iets doen? Meestal dan wel in het Italiaans en aangezien ik geen Italiaans spreek was dat best wel ambetant. Maar wij sliepen dus allemaal in gastfamilies en zo, met zo één iemand die zo toch wel een beetje Engels en Frans verstond. Dus dat was altijd wel plezant, dat je zo toch iemand had waarmee je ongeveer kon communiceren. Dat is allemaal heel chill en zo, want die families zijn ook kei vriendelijk. Die geven nu daar kei veel eten. Ik bedoel, ik ben daar 6 dagen geweest en ik heb gigantisch veel gegeten, echt niet normaal veel. En bijna constant, eigenlijk alleen maar pasta en pizza. Dus aangezien dat mijn 2 favoriete gerechten zijn, was dat ook wel nog zo tof en zo. Maar wat ging ik nog allemaal zeggen? Dat eten daar dus echt wel best chill is en zo. En de mensen zijn daar vriendelijk. Iedereen is daar veel opener en zo. En ik bedoel, daarbij vergeleken zijn wij Belgen echt zo. En Hollanders ook wel, denk ik. Zo echt zo kei coole, serieuze, saaie mensen, want daar, ik bedoel, mensen die je niet kennen, die behandelen je alsof dat je, alsof dat je goede vrienden bent, al jaren en zo, dus dat is echt wel nog chill, want bij ons is dat zo, wij zeggen met moeite goeiedag tegen iemand dat we kennen, en daar is dat zo, echt zo, iedereen op straat, zo echt random, zo, gewoon de auto die passeert en die zwaaien een keer, of die klaksoneren een keer. Oh, nog iets over Italië, fietsen is daar levensgevaarlijk, daar wordt bijna niet gefietst, en aangezien ik daar een paar keer heb, in een Italiaanse auto gezeten heb met een Italiaanse bestuurder, weet ik ook waarom, want dat is daar echt levensgevaarlijk als fietser. Ik bedoel, dezelfde chilled, komt allemaal weer in orde mentaliteit, hebben ze dus ook bij het autorijden. Hier heb ik dus een Ruthless. Het probleem is dus dat dat niet zo echt 100% veilig is. Ik bedoel, gordels en zo, niemand doet dat eraan. Echt niemand. En ik wou dat dus doen en mijn gast van nu zei, nee, dat moet niet, dat moet niet. Oké, wel allemaal in het Italiaans en zo, en het Engels en het Frans en zo. Maar die zei dus van, nee, dat moet niet. En dan begint dat lampje zo te pinken in de auto van, je hebt die gordel niet aan. En dan zei ze gewoon van, ja, dat is niks. Gewoon even wachten en dat stopt wel met pinken. Allee, zo van die dingen en zo. Dus, mijn Dragonfire controls zijn echt wel vrij crappy ingesteld.
Mijn toetsjes voor naar boven en naar beneden te gaan liggen keiver uit elkaar, dus ik kan er totaal niet mee vliegen en zo. Maar het is wel nog eens grappig. Kijk, voilà, ik ben al direct dood omdat ik de verkeerde knop duw. Om de Dragonfire direct af te sluiten. Dus ja, allee, ik heb er dus gewoon een waar mee rondgevlogen en dat was het zo. Maar anyway, dat was het zo'n beetje voor vandaag. Ik wou jullie gewoon een korte video geven om te zeggen dat ik terug ben. En dat ik dus niet verongelukt ben met een of andere verschrikkelijke vliegtuigcrash of zo. Ja, dat was het zo. Dus ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden vandaag. Geef die video zeker een like voor mijn eerste Ruthless met een MSMC. En dan zeg ik comment, like en sub. En tot later.